Kijk eens aan. Het zijn er weer meer geworden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dieren. En die krijgt dan een stukje waar ik anders met 10 zou lopen. Hetzelfde staat er. Oh, ik ga te snel met mijn... Ik zal het nu langzaam doen. Ik krijg een stukje die ze anders met z'n 10 zouden doen. Deze twee willen geholpen worden. Nou, dat kan. Dit zijn koeien die droog staan. Dus die stonden eigenlijk op stal. Maand of twee of zo. Deze gaan we even helpen. Is het niet moeilijk? Nou, ze hebben keurig gegeten. Ik zou zeggen. Het is een gewone dag in de wei. Ik heb nu ook meer koeien die droog staan dan pinken. Dus die eten meer, hè? Die eten 150 vierkante meter per dag. En een pink eet 100 vierkante meter per dag. Ja, ja. Kees. Kees heeft weer meer te doen. Hij loopt overal te ruiken. En, kan ik me wel voorstellen. Oké, we doen nu weer wat anders. Want het is nu 's middags 4 uur. En ik kom weer even langs. En ze krijgen een mooi nieuw stukje. En dat komt omdat ik toch vanochtend zag dat het vak een beetje klein is. En dat het beter is om ze meer te geven. Dus ze krijgen een soort extra hapje. Ze krijgen een soort lekkere lunch. Ik moet ze even een beetje helpen. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen, maar dat lukt nog wel. Ik moet ze in ieder geval even hier naartoe krijgen. Ja, ik heb dus nu 10 koeien die droog staan en 7 pinken. En die eten echt zoveel meer dan de 10 pinken waar ik mee begon. Dat ik de vakgrootte moet aanpassen. Ik had 2 vakken van 15 breed. Nou ja, je ziet wel. Ze hebben het zelf wel in de gaten. Dan ga ik daar een achterdraad zetten ongeveer waar die koe staat. En dan kan het gras weer gaan groeien. 31 graden.